jouw artikel. Wat we zeggen wel, het is het internet, het is een open medium. En iedereen kan daarop en iedereen kan er alles bereiken. Maar dat is helemaal niet zo. Of is dat eigenlijk wel zo? Kunnen mensen overal bij? Zeg maar, misschien zijn sommige dingen zijn door het programma, dus de browser, wordt daar beperkingen gedaan. Hele Flash-websites zullen over een jaar of vier gewoon niet als meer... Als wij godverdomme zeggen, dan krijgen bepaalde mensen met een soort van Jezus Christus filter. Ja. Dat worden bestaat in Nederland. Hebben we die? Ja. Godverdomme, echt waar? In de Bijbelbelt. Godscoleren. Wat fucking irritant. Ja, er zijn er zoveel mensen die dat aan hebben staan. Ja. En dan wordt er dus door een of andere robot wordt er iets gefilterd. Nice. Dat waardoor ze dat niet kunnen zien. Worden we dan gebliept of worden we dan... Ik denk dat onze site niet zo snel geblokkeerd zal worden. Maar volgens mij bijvoorbeeld geen enkele porno-site komt erdoor. Nee. En ze zullen waarschijnlijk zeggen van... Oh, we hebben daar één keer iets gezien en dan blokkeer je de hele zooi maar. Ja, ik weet ook niet of het handmatig gaat of met... Oh, dat was ook nog een mooie. Met van die bots die dingen filteren. Er was een uitreiking van Science Fiction Awards of zoiets. Ja. En dat werd live gestreamd. Dus okay. Mensen konden gewoon live kijken. Mm-hmm. En ineens werd die livestream werd afgebroken en stond er vanwege copyright schendingen. Is deze uitzending kunt u hier niet meer naar kijken. Wat de hel, hoe kan dat? Wat deden ze dan? Het waren dus uitreikingen van volgens mij science fiction series of zo. Ja. Oh, sorry. Zit hij nou weer te toeteren? Zat hij in je bumper? Dan moet hij niet in mijn bumper zitten. En naar zichzelf toeteren. Raar. Maar werd dat geautomatiseerd of zo? Ja, er waren robots en die herkenden fragmenten die werden uitgezonden van die serie. Ja. Die herkenden het, zeiden van dit is copyrighted materiaal. En ze stopten ermee? Ja. En was dat door Google gestreamd of zo? Was dat een grote partij? Nee, dat werd door die Ustream volgens mij gestreamd. En die hadden een third party robot die deze dienst levert. Een mafkezen zeg. Ja. Dus het kan heel goed zijn dat de volgende keer als ik met Ustream wil streamen... En ik speel een liedje ter... Precies. Het is bijvoorbeeld als je... Ustream heeft nu gezegd we stoppen met deze dienst. Ja. Maar bijvoorbeeld de Oscar-uitreikingen, daar worden liedjes gespeeld. Ja. Nou, die zouden dus niet clips, live... clips uit de video, uit de zouden film. Zouden niet live gestreamd kunnen worden. Nou ja, zeg. Ja, want zo ver gaat dat, hè? En dat komt dus alleen omdat de partijen die daar dus eigenaar van zijn vergeten zijn om daar geld mee te verdienen. Ja. Toch? Dat is zo van, die hadden daar een goede banner kunnen kopen. Ja. Of whatever hadden die kunnen doen om... Of kunnen zeggen van, dit is de publiciteit wel waard. Oh jongens, wat irritant. Ja, dom hè? Ja, het is vooral dom. Dan heb je de mogelijkheid om een beetje rugbereid te geven aan je product en dan ga je dat blokkeren. Wat de hel joh. maar dit is dus, niemand had dit voorzien. Niemand wilde dit ook. Hè? Dus ook de mensen die een prijs wonnen wilden het natuurlijk ook niet. En de studio's ook niet. Nee. Die wilden het niet, maar de studio's hebben dit wel voor elkaar gekregen. Ja, precies ja. Dus dit is wel wat zij hebben gedaan. Die hebben zichzelf vakkundig in de voet geschoten. Ja. Haha. Ja. Mooi zo. Zo, hoe voelt dat nou? Ja.